Dames en heren, inmiddels is naast mij aan tafel komen zitten Josine Kersten. Josine, van harte welkom. Dank Jij bent manager bij Burggolf, daar gaan we het vandaag over hebben. Maar vertel eerst even iets over jouw jeugd, geboren getogen Nijmeegse. Vertel. Ja, nou, mijn naam is Josine Kersten. Ik ben 29 jaar oud, geboren en getogen in Nijmegen, zoals je zelf al aangeeft. En ik heb gestudeerd in Den Bosch in eerste instantie, commerciële economie gedaan. Daarna heb ik bedrijfscommunicatie in Nijmegen gedaan. En vanuit daar ben ik begonnen met werken. Dat moest er natuurlijk toch een keer van komen. Toen heb ik eerst bij een verzekeringsmaatschappij gewerkt. Daar heb ik een jaar op de marketing-communicatieafdeling gezeten. En toen dacht ik, ja, wel leuk, maar het commerciële miste ik eigenlijk toch wel heel erg. Ja. En toen heb ik de golfdag voor hen georganiseerd bij onze concurrent bij het Rijk van Nijmegen. En toen dacht ik, dat lijkt me eigenlijk ook wel heel erg leuk om aan de andere kant van de tafel te zitten. En de evenementen, golfdagen voor andere bedrijven te organiseren. En toen ben ik me eigenlijk gaan oriënteren bij golfbanen in de regio of een dergelijke functie vakant was. En toen ben ik bij Burggolf Wijchen terechtgekomen. En daar heb ik ruim anderhalf jaar de sales en events gedaan. Dus was ik verantwoordelijk voor het organiseren van golfdagen, evenementen en de businessclub. En vorig jaar in augustus maakte mijn manager een stap naar een andere burggolfbaan. En toen was ik in de mogelijkheid om zijn functie over te nemen. Dus sinds vorig jaar, dus inmiddels ook alweer bijna een jaar, ben ik nu manager bij Burggolf Wijchen. Dat betekent dat jij de baas bent over het hele complex en de banen? Ja, dat ik verantwoordelijk ben voor het reilen en zeilen met alles wat er gebeurt bij Burggolf Wijchen. Ja. Dat bevalt heel erg goed. Dus leuk. Zo ben ik er eigenlijk terecht gekomen. Ja. Ja. Golfsport. Ik ken een Wijchense uitdrukking, hoe kleiner de bal, hoe groter de kwal. We gaan het even over het elitaire karakter hebben van golf. Ja. Hoe is dat op het moment? Ik snap wel dat die uitspraak wel eens gemaakt is, inderdaad. Dus een beetje eigenlijk wat vroeger tennis was, dat elitair was, is op een gegeven moment een beetje naar het golf overgegaan. Nou, tennis is inmiddels ook geen elitaire sport meer, dus in feite is dat ook overgegaan. Ja. En het feit dat golf elitair is, dat is wel heel erg veranderd. Het is zeer toegankelijk voor iedereen. En dat merk je eigenlijk ook, dat het steeds toegankelijk voor alle leeftijdscategorieën. En dat het golf is niet meer wat het geweest is op die manier. En dat imago, daar zijn wij in ieder geval wel als burger ook wel hard mee bezig om dat er vanaf te halen. Dat iedereen van harte welkom is en iedereen is in staat om te kunnen golven. Ja. Waardoor we daar ook echt ons best voor doen om dat te doen. Ja. Dus dat elitaire karakter is er een beetje vanaf. Ja. Hoeveel golfbanen hebben we in Nederland? We hebben 153 golfbanen in Nederland. Ja. En daarvan hebben we 9 burggolfbanen. Ja. Dus die zitten ook gevestigd in Nederland. En daarmee zijn we ook de grootste van Nederland als keten zijnde. Ja. 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 En de Nederlandse Golffederatie, dat heet niet bond, maar federatie. Ja. Hoeveel leden heeft die? Ja, we zitten nu op ongeveer ruim 350.000 leden. En als je dan een beetje de vergelijking maakt met bijvoorbeeld het tennis, die zit er ongeveer op het dubbele. Maar hockey zit daar weer bij 225.000 wel weer een stuk onder. Ja, dus het is de derde grootste. Ja, hoeveel is grootste weet ik niet helemaal exact. Maar inderdaad, maar het is wel echt. Ja, voetbal en tennis zijn nog wel echt degene die de top wel aanvoeren. Ja. Om wel een beetje aan te geven dat hockey ook wel echt iets is wat een beetje upcoming is geworden de laatste jaren. En golf is nog wel steeds de snelst groeiende sport. Ja, oké. Okay. Ja. Dat is dus leuk dus om wel te een beetje van, het zijn al 350.000 golfers. Maar wat lastig is, als je bij een voetbal of een hockeyvereniging of tennisvereniging zit, zit je er echt bij aangesloten. Maar bij de golfers is het echt dat je je GVB gehaald hebt. Je bent geregistreerd als golfer. Maar verder is het dus, hoe vaak ze dan golven, dat is bijvoorbeeld bij tennis of hockey beter te meten en na te gaan dan dat je dat bij golf hebt. Ja, dat klopt. Dus, op een andere manier is dat dan. Ja. En dan heb je verschillende soorten banen. Je hebt banen die in een vorm van een vereniging zijn georganiseerd. Burggolf is een commerciële baan. Ja, kun je het verschil aangeven? Ja, een vereniging is dat je ook echt dat de leden ook echt zeggenschap hebben. Dat is ook echt een ledenraad. En als er dus wijzigingen plaatsvinden bij een golfbaan, hebben de leden daar ook echt zeggenschap over. Dan heb je ook echt vergaderingen, ledenvergaderingen. Ja. En bij een commerciële baan is echt dat de baan aan zich is gewoon degene die eigenaar is en die ook de beslissingen neemt. En dat betekent niet dat vrijwilligers daar niet belangrijk in zijn. We hebben ook allerlei commissies die wedstrijden organiseren. En de clubleden zijn heel belangrijk voor ons. Maar zij hebben geen zeggenschap over als er beslissingen genomen worden. Omdat we dan, we zijn zelf eigenaar en hebben daar geen toestemming van de leden voor nodig. Ja. Zo is het verschil daarin. Ja. Oké. Okay. Ja. En dan kan er op Burggolf veel meer dan golven. Ja, inderdaad. En dat is jouw taak om dat
vlot te trekken, om het zo maar te zeggen. Dus kun je daar iets meer over vertellen? Wat er nog meer voor activiteiten zijn en wie daar allemaal kunnen of mogen komen? Ja, nee, absoluut. Ja, dat is eigenlijk, wat ik zeg, bestaan we 25 jaar in Wijchen als golfbaan. En vroeger was het ook echt, je komt om te golven, ga je naar de golfbaan toe. En ik en mijn collega's zijn er ook hard mee bezig om te zorgen dat mensen die andere activiteiten doen ook naar ons toe komen. We hebben een restaurant Magnolia's. En daar kan je heerlijk lunchen, dineren, borrelen. Eigenlijk voor allerlei facetten kan je daar naartoe. En we hebben 3 vergaderzalen. Dus dat zijn ook plekken waar je een conferentie of een vergadering, maar ook een training of een workshop kan geven. Dus je hebt gewoon heel veel andere mogelijkheden ook. Passanten van de Berendonk in zoverre. We hebben natuurlijk veel mensen die lekker komen fietsen of wandelen. En die wandelen. Kunnen daar gewoon een kop koffie komen drinken. Die kunnen daar komen eten als ze willen. Inderdaad. Kun je er ook feesten organiseren? Ja, we hebben ook bruiloften, feesten en partijen. Dus het is echt net zoals een ieder ander restaurant of zaal. Een volledige horeca. Ja, absoluut. En we zetten er echt van af dat mensen denken dat ze niet welkom zijn als ze niet golven. Want dat is echt absoluut niet waar. We zijn een restaurant en iedereen is van harte welkom om lekker op ons terras of in ons restaurant te komen zitten. Ja. Is er nog groei in de activiteit? We hadden het net al over het aantal leden van de Nederlandse Golffederatie. Dat groeit nog steeds? Ja, inderdaad. Het is nog steeds, wat ik al zei, de snelst groeiende sport nog steeds. Er is nog steeds veel mensen die hun GVB halen. En het is wel weer wat. Ja, je ziet wel wat verschuiving inderdaad qua type leden of mensen die spelen. Vroeger had je heel veel privéleden die echt dan lid zijn van de club. En nu zie je veel meer mensen die lid zijn als een soort van een digitale club waar ze minder voor betalen. Dat ze dus gewoon elke keer los voor een rondje golf betalen. Dus dat is wel een verschuiving die je wel ziet. Maar het is nog wel steeds dat het heel erg een trek is dat mensen graag hun GVB willen halen. Dus dat wel. Ja, en die wil niet zeggen dat ze wekelijks golven, maar die kunnen gaan golven als ze dat willen. Ja, inderdaad. Als ze wekelijks golven, zullen ze eerder lid worden. Ja. En als ze dat niet doen, zullen ze kiezen voor een digitaal lidmaatschap, waardoor ze gewoon korting bijvoorbeeld bij Burghof krijgen. Ja. En die spelen misschien 1 keer in de maand of misschien 6 keer per jaar met het mooie weer. En de winter laten ze spullen lekker thuis in de kast staan. Klopt. Ja. Klopt. Ja. Jij had het net over GVB. Misschien is het leuk dat je voor de kijkers uitlegt wat GVB is. Daarnaast is het een sport met nogal wat regeltjes. Ja. Wil je daar wat over vertellen? En over de grote baan en de par 3 baan. Een heleboel vragen bij elkaar, maar laten we ze rustig achter elkaar aflopen. GVB. Ja, nou, GVB staat voor het golfvaardigheidsbewijs. Ja. En die heb je nodig om de grote baan op te kunnen. En daarvoor moet je echt een theorie afleggen, een praktijkexamen. Dus eigenlijk bijna een beetje als een normaal rijbewijs. Dan moet je er echt aan allerlei eisen voldoen voordat je de baan in mag. En de reden daarvoor is gewoon dat je op een gegeven moment een bepaalde doorstroming in de baan wil. En ook dat mensen zich natuurlijk aan regels en etiketten houden. Dus dat je de zandbak, wat we de bunker noemen, netjes aanharkt als je daarin geweest bent. Dat je je bal oppakt als je geen punten meer kan halen. Als je in het water je bal hebt liggen, waar moet je dan daarna afslaan? Dus er zijn gewoon best wel veel voorwaarden om het spelletje een beetje voor iedereen goed door te laten lopen. Ja. En daarom is eigenlijk een GVB dus nodig. Dat je dus eerst weet, wat zijn de regels? En daarna moet je ook laten zien in de praktijk dat je dat ook kan uitvoeren. Ja. Zodat het een beetje redelijk doorstroomt. En het is geen elitaire reden, maar de reden is dat de goede doorstroming op de baan is. Dat de mensen dat examen gedaan hebben en weten welke regels ze zich moeten houden. Ja, inderdaad. Eigenlijk voor het plezier voor iedere golfer. Dat als iedereen zich daaraan houdt, dan heb je gewoon een prettig spel. Ja. Eigenlijk hetzelfde een beetje als je gewoon een andere sport beoefent. Heb je daar geen examen voor, maar wel dat je ook moet weten wat de regels zijn. Ja, anders dan kun je het spel ook niet spelen. En dat geldt eigenlijk bij golf net zo. Ja. 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 En dan heb je de grote baan. Ja, inderdaad. Wij hebben een grote baan 18 holes. Dat is de grote baan waar je ook echt het GVB voor nodig hebt. En daarnaast hebben we een par 3 baan. Dat is dus een kleine baan, die is 9 holes. En iedereen die geen GVB of een baanpermissie of wat dan ook heeft, of eigenlijk die bijna nog nooit gespeeld heeft, die kan daar een ronde op lopen. Dus dat is de langste hol is 100 meter. Dus dat is ook echt een beetje een mini baan. Maar wel net zo mooi als de grote baan. Dus ook met de bunkers, ook met water. Dus en wat ik zeg, voor 10 euro door de week loop je daar al een rondje op de par 3 baan. Dus dat is in ieder geval ook heel toegankelijk. Dus ook de prijs is ook geen reden om te zeggen, ik ga het eens een keer proberen. Ja. Dus dat is, dus bij deze zou ik zeggen, iedereen die het een keer wil uitproberen is, is zeker de moeite waard om te komen. Ja. Ja. Dus iedereen in Wijchen en ook
überhaupt iedereen kan daar naartoe gaan. Moet je dan zelf je clubs bij je hebben, want zo noemen ze die stokken waarmee je golft. Ja. Of kun je daar clubs krijgen als je de par 3-baan heen gaat? Nou, als je een rondje op de par 3-baan loopt, dan zit dat erbij in, de clubs. Het enige wat je dan koopt zijn de ballen. Ja. En daar heb je ook gewoon hele mooie tarieven voor, dat je niet zo dure ballen hoeft te kopen. En dat is dan eigenlijk het enige. De clubs zitten erbij in. En dan kan je een rondje op de par 3-baan, dan doe je ongeveer een uurtje over. Ja, dat is heel erg leuk. Ja, wat moet je nou doen als je je ballen in het water slaat? Want er is heel veel water op de Berenloop. Ja, inderdaad, daar heel veel water. Dus dat is inderdaad, nou heb je inderdaad je bepaalde regels en etiketten heb je daar natuurlijk weer voor. Afhankelijk wat voor type water je hebt. Je hebt allemaal verschillende, ik zal er niet te diep op ingaan. Nee, dat is inderdaad, maar even dan heb je bepaalde stoklengtes. Dus dan mag je op een gegeven moment je bal weer neerleggen. Of je zult misschien terug moeten. Ja, dat zijn allerlei regels voor die als je theorie gaat afnemen, die krijg je allemaal goed onder de knie. Je hoeft niet het water in een nieuwe bal te zoeken. Nee. Je mag gewoon met een nieuwe bal doorspelen. Ja, inderdaad. Okay. En dan mocht je hem nou aan de zijkant zien liggen, mag je hem eruit halen. Maar meestal ligt hij plons in het midden. Ja. Dus dan, dan gaan mensen niet een zwembroek aan doen om te halen. Nee, dat hoeft ook niet. Nee, want dan hou je ook de boel te veel op. Uh-huh. Ja. Dat is weer niet goed voor de doorstroming. Nee. Burggolf is dus geen vereniging, maar een commerciële golfbaan. Uh-huh. Jullie hebben wel verschillende soorten lidmaatschappen. Ja, klopt. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, we hebben, wat ik net eigenlijk al een beetje zei, is dat het golven voor iedereen toegankelijk is. Zowel voor de jeugd, zowel voor bedrijven, zowel voor particulieren. En voor iedere type hebben we eigenlijk een type lidmaatschap. Dus je hebt een jeugdlidmaatschap, een privélidmaatschap. Dus als je als particulier gewoon graag geregeld speelt, dan ben je gewoon lid van de club voor een heel jaar. En je kunt ook bedrijfslid zijn. En dan ben je als bedrijf zijnde ben je lid van Burggolf. Wat natuurlijk het voordeel is dat wij behalve lokaal en wiegen zou je ook voor een nationaal lidmaatschap kunnen kiezen. Dat je dus ook bij andere Burggolfbanen je kan spelen. En als bedrijf is het echt een hele mooie tool om je relaties uit te nodigen. Om een mooie dag voor ze te organiseren. En bedrijfsledenlessen, je hebt allerlei verschillende facetten die daarbij zitten. Dus daar zijn heel veel verschillende mogelijkheden in. En wat ik net een beetje vertelde is het loyalty lidmaatschap. Dat is een digitaal lidmaatschap. Ja. Ja, dan betaal je echt 32,50, dus echt een heel minimaal bedrag. En iedere keer als je bij Burggolf een rondje komt spelen of dat je een les boekt, krijg je dus kortingen. Dus dat is echt een beetje om de vrije golven aan ons te binden, dat lidmaatschap. Ja, ja. En dan hebben jullie ook nog aanbiedingen voor de loyalty leden? Ja, iedere week inderdaad krijgen zij ook een e-mail toegestuurd met bepaalde aanbiedingen om op alle banen te kunnen spelen. En dat zijn dan hele scherpe tarieven om dan de mensen toch naar je baan toe te krijgen. Ja. 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 En dan heb je ook nog clinics. Ja, inderdaad. En wat is een clinic? Een clinic. Een clinic is dat je eigenlijk les krijgt van een golfprofessional. En die vertelt jullie dan, of een golfleraar om het zo te zeggen, die vertelt jullie dan precies hoe het allemaal zou moeten. Die doet het ook voor. En dan aan jou naar de kunst om het na te doen. En die leert je eigenlijk een beetje de basisfacetten. Dus het putten, chippen en het afslaan. Nou, afslaan is op de driving range en echte afstanden maken. Nou, het putten is op de greens, het laatste stukje dat je echt de bal in de hole wilt hebben. En het chippen is net het stukje daaraan vooraf. Dus die probeert je dan de basisprincipes onder de knie te krijgen. En dat zijn drie vaste burggolfprofessionals die wij in dienst hebben. Die ook echt die lessen, de clinics of de cursussen verzorgen. Ja. Dus ook leuk voor een vrijgezellenfeestje of familieuitje. Dus dat is echt is hartstikke leuk om dat te doen. Leuk. Ja. Leerzaam. Ik hoop dat de wiegenaar hiervan wat heeft opgestoken. En dat het goed gaat met de burggolf. Dankjewel voor je komst naar Café Anneke. En veel succes als manager van Burggolf. Ja, dankjewel.